Dit is Paul Cliteur voor Café Weltschmerz en ik spreek vandaag met Geerten Waling en met Thierry Baudet over het werk van Thierry Baudet. Heren, welkom. In het bijzonder welkom voor Thierry. Thierry, wij gaan vandaag spreken over jouw werk. Jouw werk op het terrein van de politieke filosofie, van het recht. Je werk als romancier, mag ik ook zeggen, muziekcriticus. Of in ieder geval wel. Enthousiasteling. In ieder geval enthousiasteling. De reden dat Geert en ik dat plan hebben opgevat, Geert en Waling en ik, dat is omdat we een eerder interview met jou hebben gezien, hier in Café Weltschmerz met Erik de Vlieger, wat een prachtig interview was. Maar het ging alleen over politiek en het ging helemaal niet over jouw werk. En dat willen wij doen. Ik en Geert ook, wij zijn op de hoogte met jouw werk. Heel goed, we hebben het hier ook staan. Heer op de berg is het. Het is een enorme berg. Een intimiderende hoeveelheid boeken. Je hebt er veel meer geschreven dan ik op jouw leeftijd. Ik zou willen beginnen. Is kwaliteit ook kwantiteit, Paul? Dat is de vraag. Dat gaan we nu beoordelen. Maar een heel belangrijk moment is natuurlijk geweest jouw promotie. Zullen we het ook over spreken. Maar ik zou eigenlijk willen beginnen met jouw roman. Je bent op het ogenblik ook met een tweede roman ben je bezig. Ik heb jouw eerste boek gelezen. En dat was voor mij een zeer deprimerende ervaring. Als lezerervaring. Het is een visie op de liefde, in voorwaardelijke liefde, waarvan ik me kan herinneren. En misschien is het ook wel heel goed als dat geval is met een roman, waarvan ik echt moest zeggen, ik moet het even wegleggen. Want ik vond het een heel deprimerend, bijna cynisch boek. Heb ik dat goed gelezen of heb ik iets gemist? In ieder geval zit er een heel cynische kijk op de liefde in. Hè? De hoofdpersoon die verliest eigenlijk al zijn vertrouwen in Gregor. Halverwege het boek kom je erachter dat een schuilnaam van hemzelf is. Dus we weten eigenlijk niet hoe die echt heet, maar hij presenteert zichzelf als Gregor. En hij heeft een hele cynische visie op liefde en vrouwen. Maar daar zit ook iets onder, denk ik. Dat is namelijk dat het ook een grote schreeuw om romantische liefde is van de hoofdpersoon. Ja. Het is het relaas van een hoofdpersoon. Het is in de ik-vorm geschreven. En hij, als een botsautootje, gaat steeds de verkeerde kant uit in de liefde. Maar er zit wel een enorme drive om die versmelting en die volkomenheid met een ander te bereiken. Dus je zou het natuurlijk heel goed kunnen lezen als iets heel cynisch. Maar er zit volgens mij ook ergens zit er ook een ode aan de romantische liefde in. Hmm. Ook al wordt die niet bereikt. Dus die romantische liefde die Paul mist en die ik ook miste tijdens het lezen, die zit juist achter het boek. Het is juist een cynische weergave van de liefde in de moderne tijd misschien. Met een schreeuw om terug te gaan naar een ouder model van liefde, is dat wat je zegt? Of? Niet zozeer per se ouder, maar hoofdse liefde. Maar je ziet het ook bij een schrijver als Houellebecq, Michel Houellebecq. Vooral in zijn vroege werk, bijvoorbeeld Extension du domaine de la lutte, De wereld als markt en strijd in het Nederlands. Dat hij eigenlijk heel verdrietig is over de wereld en heel erg teleurgesteld. Maar eigenlijk zit daar natuurlijk achter dat hij hoge verwachtingen had. Of heeft. Ja. Dus elke vorm van cynisme is ergens ook altijd een uitdrukking van idealisme. Ja. En als je echt cynisch bent of zo, dan word je onverschillig. Hmm. En dat is de hoofdpersoon van voorwaardelijke liefde absoluut niet. Dus het is inderdaad het is ook een boek dat met de nodige zwarte humor is gelardeerd. Tenminste, zo heb ik het wel bedoeld. Ik heb wel vaker gemerkt dat dingen die ik ironisch bedoel of humoristisch bedoel, dat mensen dat niet altijd oppakken. Dat geldt ook voor dit boek. Het is ook met een enorme sarcastische overdrijving vaak geschreven. Ja, ja. Maar inderdaad, ik denk wel dat er iets gaande is in de liefde op dit moment in Nederland en in de westerse wereld. Waarbij we heel erg aan het zoeken zijn en ook heel veel mensen
er niet uitkomen. Er niet goed uitkomen. Maar wacht even, je zegt er is iets gaande in de liefde. Ik vind dat heel interessant. Mm-hmm. Want je hebt met de liefde, nou, tenminste, dat, misschien is het een beetje naïef, maar ik heb het gevoel dat zit, dat zit zo oud als de mensheid en dat zit altijd op dezelfde manier in elkaar. Maar wat nou het interessante van dit boek was, dat is dat jij ook zegt, nou, er zijn bepaalde maatschappelijke processen of culturele processen waardoor die liefde heel anders beleefd wordt. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Ja, en het leuke van een roman is natuurlijk dat je kan dat in ieder geval als mogelijkheid opwerpen. En of dat dan ook helemaal echt zo is. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen. Ik had ooit met Roger Scruton erover. En dat was in mijn meest romantische fase in mijn leven. Toen zei ik tegen hem, maar was het dan vroeger inderdaad niet zo, Roger, dat mensen helemaal niet meer met elkaar naar bed hoefden om gewoon van elkaar te houden? En toen zei hij, ik geloof dat er overtuigend bewijs is dat mensen al vroeger ook met elkaar naar bed gingen. Dus ik weet dat platoonse ideaal van helemaal geestelijk versmelten. Ja, maar je praat hier nu over met zelfspot. Maar dat was natuurlijk. Ja. Je hebt wel echt. Ik ken je ook al een paar jaar. Je hebt ook wel echt zo'n romantisch idee gehad, inderdaad. En zelfs dat je voor mijn gevoel in ieder geval flirten met de gedachte dat bijvoorbeeld seks voor het huwelijk eigenlijk iets is wat we beter niet zouden willen. Ook al was dat in de praktijk dan wat anders dan in de theorie, het gevoel bij jou, was het toch iets wat in je hoofd speelde. Terwijl de laatste jaren dat eigenlijk een beetje veranderd is. Vooral sinds voorwaardelijke liefde heb ik het gevoel dat je daar anders over bent gaan dat nadenken. Dat ik het ook van me afgeschreven heb of zo. Ja, nou, ik heb wel lang geworsteld met dat hele conservatieve ideaal van één grote liefde in je leven. En dat is natuurlijk, aan de ene kant wordt dat heel erg beschimd en belachelijk gevonden. Tegelijkertijd is het eigenlijk nog steeds het dominante thema in onze hele, zeg maar, culturele beleving. Alle Hollywoodfilms, alle romantische literatuur en zo. Het instituut huwelijk staat in die zin ook nog steeds overeind. We hebben allemaal nu het idee van tussen je 16e en je 26e, zeg maar, moet je heel veel wisselende contacten hebben. Dan vind je de ware en dan ben je de rest van je leven monogaam. En dat is dan, dat is toch het model nog steeds. En als je dan dat idee van die romantische liefde serieus neemt, wat ik probeer te doen, ook in mijn boeken, dan zou je je natuurlijk kunnen afvragen, waarom heb je dan die fase van libertinisme daarvoor eigenlijk? Is dat niet heel raar dat je dan eerst leef je op een bepaalde manier en daarna op een andere manier? Ik heb dat overigens inmiddels. Ik ben daar wat minder. Ik ben er wat minder duidelijk over voor mezelf, wat ik daar nou eigenlijk mee wil. Maar ik denk wel dat het moeilijk is om zo'n knip in je leven te maken. Dat je zegt, eerst ben je heel vrij en daarna moet je monogaam zijn. Dus volgens mij moeten we een beetje kiezen. Ofwel, je moet monogamie gewoon loslaten. Mm-hmm. Zeg je gewoon, dat is één van de faculteiten van het menselijk leven. En in liefde kan dat heel erg op zijn plek zijn in een huwelijk of wat dan ook, maar het kan ook veel minder. En dan, iemand zei een keer tegen mij, de maîtresse is de hoeksteen van de samenleving. Maar ja, of je moet toch vasthouden aan het idee van, dat is het unieke wat je bindt met elkaar. Dat is hetgene, dat is de locomotief die de trein trekt. En maar probeer eens, voor de mensen die dat boek niet gelezen hebben, probeer eens te typeren waar het over gaat. Je hebt en zeg eens iets, als je dat kunt, over de invloed die je hebt ondergaan van andere schrijvers. Je noemde net al, Welbeck noemde je al. De andere is Roger Scruton, die heeft een boek geschreven, Sexual Desire. Dat gaat over seksuele moraal. Ja. En dat is een heel dogmatische verdediging van het Kantiaanse perspectief op seks. Ja. Namelijk, seks is een unieke manier om met een ander in contact te komen. Waarbij je dat helemaal niet mag instrumentaliseren. Dus je mag op geen enkele manier dat zien als iets om je eigen lust te bevredigen, maar het moet helemaal gericht zijn op de ander. Dus je moet helemaal je mag ook tijdens het vrije mag je niet jezelf aanraken. Dat schrijft Roger Scruton ook in Sexual Desire. Want het moet om de ander gaan. Je moet dus niet die ander gebruiken voor je eigen lustbeleving. Ja, maar wacht even, dat snap ik dus. Dat je zal zeggen dat het er misschien in zit, maar wat je in het verder, wat maar verder aan het boek is bijgebleven, het lijkt meer op Jean de Lode Laclos. De liaison dangereuse, weet je wel. De enorme cynisme van de seksuele veroveringen en je daarvoor laten betalen. Het gaat tenslotte over een gigolo. Ja. Dus
Ja, hoe moet ik dat zien? Hoe verhoudt zich, hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? Als dat te beantwoorden is, hoor, dat weet ik niet. Maar... Nou, dus aan de ene kant dat hooggespannen Kantiaanse romantische liefdesideaal. Aan de andere kant een beetje een cynische kijk op de geatomiseerde samenleving die bij Houellebecq terug te vinden is. En zo. Ja. Verder heb ik daar een aantal elementen ook ingebracht die ik zelf heb meegemaakt in mijn eigen leven, die ik om me heen heb gezien. Opgroeien als kind van gescheiden ouders met daarbij een grote rol, een dominante rol voor moederfiguur. Mm-hmm. Dat heeft een bepaald effect op de ontwikkeling van de mannelijkheid. Het geeft ook een soort woede in het boek, hè? Die relatie tussen Gregor en die moeder. Er zit een soort eeuwige frustratie in. Die denk ik voor een groot deel verklaart wat er verder. Ja, omdat gebeurt. Namelijk de. En dat is een. Het gaat niet zo om mij, maar je ziet heel veel jonge mannen die opgroeien als gevolg. Dus vooral opgevoed worden door moeders. Dat die moeder natuurlijk ook een mannelijke, hardere rol inneemt. En dus dat de zachtheid en het contact maken met die vrouwelijke zachtheid iets is dat zij missen. En dan ga je dan op zoek in later leven. Ja. Dan zit er dus een hooggespannen romantisch ideaal bij. Dat mislukt bij Gregor. Dan denkt hij, nou dan ga ik maar me gewoon laten betalen. Dan ga ik het totaal zien als iets. Ga ik lust en seks zien als iets puur handel. Het is gewoon niks anders. Het is een product. En ik besta zelf niet meer erbij. Het is gewoon iets wat ik. En dan komt natuurlijk op een gegeven moment via de achterdeur toch weer het romantische liefdesideaal terug. Ja. En dan probeert hij dat allemaal te verenigen. En dat leidt dan tot een explosie. Ik vond het in ieder geval erg mooi. Dat heeft mij niet onberoerd gelaten. Ik vond het zelfs een beklemmend boek. Ik weet niet of dat ook een leeservaring is die jij ook hebt. Maar ik dacht, als de wereld er zo uitziet, dacht ik van... Heel herkenbaar. Dat gigolo-schap, dat was misschien wat zonderling, omdat mensen daar niet zoveel ervaring mee hebben doorgaans. Maar wel het... Je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met dat Tinderen, wat heel erg in is tegenwoordig. De makkelijke manier van seks zoeken en het vluchtige contact. Mm. Wat denk ik ook voor een deel dezelfde het verlies van onschuld in die romantische liefdesbeleving met zich meebrengt. Ik denk ik vond het op die manier heel aangrijpend en herkenbaar. Ik denk dat het... Ik heb ook niet zo erin gelezen wat er wel het commentaar was, kritiek was, wat jij wel vaker in je hoofd hebt gekregen, dat je heel... seksistisch zou zijn of zo, of anti-feministisch. Ik vond het juist... Nee, maar dat was ook niet de aanleiding van de roman. Nee, dat was maar de roman van problematiseert het wel, of probeert het een beetje te... het is natuurlijk toch wel een fenomeen dat vrouwen ook zoeken naar de juiste rol in die geëmancipeerde maatschappij. Dat zit er wel in. Het is jammer, ik krijg heel veel positieve commentaar op het boek, maar mijn uitgever wil het niet herdrukken. Oh, okay. Dus het is een collectors item geworden. Ja, mooi. Dat heeft ongetwijfeld niks met markt te maken, maar ik denk dat ze er toch een beetje... Ja. Maar hij wil wel een nieuw... Het is bijna een cultboek geworden. Maar hij wil wel een nieuw boek van je uitgeven. Ja, dat is allemaal een probleem. En dat komt, wanneer komt dat uit? Op 20 januari. Nu? Ja, over 2 weken. Oh, maar dat is niet de roman dan? De roman bedoel ik eigenlijk. Dat wil ik straks ook iets over horen. Maar eerst nog even een nieuwe roman. Ja, daar ben je mee bezig nog. Daar ben ik mee bezig. Ik zit nu daar middenin. Maar ik heb natuurlijk heel druk met andere dingen. Ja. Dus ik ben niet echt veel aan het schrijven. Maar het zit wel in mijn hoofd. En het gaat eigenlijk over... Het gaat heel veel over muziek. Het gaat over een huwelijk dat stuk loopt. Het gaat dus over mensen die wat ouder zijn. Meer dertigers, zeg maar. Mm-hmm. Niet twintigers, voorwaardelijk liefde. En het gaat over de jaren 60, over de idealen van de jaren 60. Het idee, de werktitel is ook Obla di, Obla da. Het idee dat het leven zou convergeren. Hè? Dat is denk ik heel sterk bij de Beatles en zo. Dat het leven, dat de dingen samenkomen, dat de dingen wel goed komen, dat het wel losloopt. En dat is niet zo. Over muziek. Je hebt ook een boek geschreven samen met Arie Boomsma. Waarin je hebt geprobeerd, dat ligt hier ook, waarin je hebt geprobeerd om mensen dichter bij de klassieke muziek te brengen. Ik heb zelf genoeg gehad om ook een avondje met onze afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap daar aanwezig te zijn. Ik vond het ongelooflijk leuk. We hebben gegeten toen s'avonds in het concertgebouw met de club. En we hebben toen een concert ook bijgewoond.
Dat kun je, neem ik aan, nu niet meer doen. Maar dat heb je gewoon een paar jaar gedaan. Ja, tot mijn spijt. Ik heb elke maand clubs, jonge mensen meegenomen naar het concertgebouw. En dan muziek uitgelegd. En dan daarna luisteren en dan daarna napraten. En zij vonden dat baantje wat ik had dus onverenigbaar met mijn politieke stap. Dus ik heb dat helaas met pijn in het hart moeten opgeven. Hoe bedoel je? Ik deed dat voor het Nederlands Philharmonisch Orkest. Oh, wacht maar even. Dus het Nederlands Philharmonisch Orkest vond het onverenigbaar? Ja, zij vonden dat onverenigbaar met mijn politieke rol. Jammer genoeg, want het was eigenlijk een van de leukste dingen die ik deed. Ja, maar, de maand. Maar ook dom genoeg ook. Want je zou toch juist zeggen, als je dus een politicus geïnteresseerd weet voor de klassieke muziek. Als je straks minister van cultuur bent, dan kunnen ze naar hun subsidies fluiten. Ja, beter kun je het niet hebben, zou ik zeggen. Maar oké. Ja, dat is jammer. Ja. Maar ik wil het wel blijven doen, hoor. Want ik vind het zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het het hoogste en beste is wat de mensen heeft voortgebracht, klassieke muziek. Er is niets interessanter en rijker dan dat. Mm. En het wordt zo weinig uitgedragen. En dit boek was gewoon van mijn liefde daarvoor. Van, jongens, kijk eens hoe leuk en mooi en interessant het allemaal is. Prachtig. Ja. En ik heb ook denk het idee dat heel veel mensen, als je ze even die drempel overhelpt, echt... je weet niet waar je moet beginnen. Je weet niet wat je moet luisteren. Nee. Dus dat was dat boek. Ja, ik snap het. Ja. Maar waar ik je natuurlijk het meeste van ken, in de zekere zin. Ik heb je gevolgd, maar ik ken je natuurlijk eigenlijk van de aanval op de nazistaat. Of zoals dat in het Engels heette, the significance of borders. Why representative government and the rule of law require nation states. Uitgeverij E.J. Bril, 2012 ben je gepromoveerd op dit proefschrift. In het Engels aan de Universiteit van Leiden. En dat heb je later zelf heb je daar een Nederlandstalige vertaling van gemaakt onder de titel De aanval op de nazistaat. Dus in de Engelse titel een beetje ingetogen, positief gebracht, maar vrij agressief in het Nederlands. De aanval op de nazistaat. En ik heb zelf de indruk dat die aanval op de nazistaat, ook een beetje het begin is van een bepaald politiek programma. Is dat niet zo? Het is je bent daarin de politieke filosoof of de rechtsgeleerde of de constitutionele theoreticus die iets heeft neergezet. Een pleidooi heeft gehouden voor nationale soevereiniteit. En twee bedreigingen die er op die nationale soevereiniteit afkomen, die heb je geanalyseerd. Het multiculturalisme. Ik vind het altijd een prachtig beeld. Hè? De bedreiging van onderop of van binnenuit. En de EU, de bedreiging van boven. En die nazistaat, die nationale staat, die komt in de verdrukking. Dat is de politieke filosoof. Dan ben je Plato. Maar Plato gaat op een gegeven moment de politiek in. Hè? En Plato ging zelf naar een tiran zoeken die zijn ideeën zou kunnen verwerkelijken. Dat had jij trouwens ook kunnen doen. Ik heb even met Poetin gesproken. Ja. Maar Theo Hiddema misschien jouw tiran was. Die dat. Maar op een gegeven moment, je gaat het zelf doen. En ik denk dat de aanval op de nazistaat en oikofobie, wat een jaar later verscheen, inderdaad wel de blauwdruk vormen voor mijn politieke visie. Dat en is oikofobie, dat is de verzameling columns die je hebt geschreven voor NRC Handelsblad. Ja, en ook een aantal voor alle andere bladen. Dat is eigenlijk heel veel wat ik in een aantal jaren aan stukken heb geschreven. En je columnboek. Volgens mij is dus, kijk, de aanval op de nazistaat, dat is een fenomeen dat we kunnen constateren, waarbij de nazistaat systematisch wordt uitgehold al decennia. Ja. Oikofobie is de houding, of de gemoedstoestand die de oorzaak daarvan is. Dat is namelijk een mag ik zeggen, zelfhaat? Is dat de vertaling? Ja, het is een groot gevoel van ongemakkelijkheid. Ja. Dat westerse elites sinds midden jaren 60 heeft beheerst. Met de eigen tradities, de eigen taal, de eigen nationale cultuur. En daar zit natuurlijk ontzettend veel in. Een deel ook niet politiek. Je ziet het ook gewoon cultureel. Dat we gewoon het fantastisch vinden als iemand roept dat we racistisch zijn of zo. Dan heb je meteen overal en excuses overal voor aanbieden. En het christendom is allemaal verschrikkelijk. En dat is, maar je ziet het dus ook in het Europese project. Wat gewoon een anti-Europees en een anti-nationaal project is. Dus een poging om Europa stuk te maken. Om Europa af te
snijden van zijn geschiedenis en zijn identiteit. Massa-immigratie, multiculturalisme. Die hele aanval op de nazistaat, die komt daaruit voort. Die wordt bejubeld uiteindelijk met allerlei schijnargumenten, met allerlei bezweringsformules, noem ik het. Zoals dat het economisch noodzakelijk is. Of dat het de vluchtelingen stromen. Allemaal flauwekul. Allemaal onzin. Nooit meer oorlog. Maar, ja, nooit meer oorlog. Maar het komt eigenlijk voort uit een pathologie. Uit een ziekelijke afkeer van het eigene. Ja, en dat is het tegenovergestelde van de xenofobie. Dus de linkse intelligentsia is gepreoccupeerd met xenofobie en racisme. En dat is eigenlijk het grote kwaad. En jij zegt het grote probleem is eigenlijk niet zozeer de xenofobie, niet de vreemdelingenhaat of de vreemdelingenvrees, maar het probleem is de oikofobie. Ja, het probleem is, we zijn innerlijk verzwakt als cultuur, als samenleving, als nazistaat. We lijden eigenlijk aan een culturele auto-immuunziekte. Ja. We kunnen ons niet meer verdedigen. Fundamenteel niet meer. We missen de wil om te leven eigenlijk. We missen de wil om onze eigen... En we, in algemene zin niet. Ja. Het zijn cultuur. Elites. Dus ik was heel lang was ik cultuurpessimist. Ik was een beetje Spengleriaans angehaald. Ja. En ik ben van cultuurpessimist eigenlijk elite-pessimist geworden. Ja. Het is een hele kleine groep mensen... die de Untergang des Abendlanders waarschijnlijk helemaal heeft gelezen. Dat is een enorme turf. Bijna niemand heeft het gelezen. Je merkt het meteen als je praat met mensen. Alleen de titel of zo. Ik weet dus een discussie met die meneer van Nexus. Ik ben even zijn naam kwijt. Rob Riemen. Rob Riemen. Die heeft het ook niet gelezen. Maar die was er helemaal mee bezig. Maar jij had zoiets van Spengler. Je begon Spengler toe te citeren in dat gesprek met hem. Daar had ik geen idee van. Maar het heeft een grote greep op mij gehad. Dat Spengleriaanse... doemdenken. Ja. En nu, ik voer dus campagne, ik ga het land in, ik spreek. Er zijn zoveel mensen die onverminderd vitaal zijn en die gewoon de nationale cultuur willen beschermen. En het zijn die luidjes daarboven, die leden van het partijkartel, van die zijn geïnfecteerd met een soort cultuur-marxistisch oikofoob denken. Ja, oké. En maar, is het probleem. Dat is ook een beetje het praatje voor het Forum voor Democratie, jouw politieke partij. Dat is je goed recht. Maar wat ik me nu wel opeens afvraag, zo'n cultuur wordt natuurlijk doorgaans gedragen door die elite. En ja, dus we moeten de elite vervangen. Ja, oké, maar ten eerste, wie staat er klaar in de coulissen om die elite te vervangen? Dan kijk eens naar de top 30 van de kandidaten van Forum. Ja, dat was een inkopper, zou ik zeggen. Oké, tweede. Sorry. Dan heb je of een heel naïef geloof dat je via democratische weg door die top 30 van de inclusief nummer 30 kan laten verkiezen en daarmee de elite vervangt. Of dat je... Of er zit een ander idee achter wat linker vind. Namelijk een soort staatsgreepretoriek. Of in ieder geval een lange mars door de instituties. Waarbij je gewapende hand of in ieder geval gedwongen de elite gaat lopen vervangen. En dat is toch iets waar ik al van denk, hoe zie je dat voor je? En ik denk ook waar wat agressie van uitgaat. Die misschien ook goed is voor je strijd, dat zou kunnen. Maar ik vraag me af... Nou, ik pleit niet voor het gebruik van geweld of iets dergelijks. Want het afhakken van de elite betekent ook dat je... Nee, vervangen. Het vervangen van de elite. Maar door wie dan? Door een nieuwe elite. Dus ik ben het helemaal mee eens dat elke organisatie, elke samenleving heeft een bovenlaag. Dus een betrekkelijk kleine groep mensen die veel beslissingen nemen. Ja. Dat is bij de sportvereniging ook zo. Het bestuur, overal is dat zo. Dus ook in een samenleving is dat zo. Alleen wij hebben een probleem dat deze mensen lijden aan een soort geestelijke ziekte. Ja. En dat is echt een heel groot probleem. En dat kun je cultuurmarxisme noemen of oikofobie of zelfhaat of... wat het ook maar is, maar we worden gewoon van binnenuit worden we aangevallen. En dat zie je op allerlei terreinen, onder andere op de aanval op de nazistaat, maar je ziet het ook bijvoorbeeld in de modernistische architectuur. Dat is gewoon een daad van agressie tegen de gemeenschap. Weer zo'n flatgebouw, weet je, ongelooflijk lelijk, zo'n modern gebouw. En dan komen ze met bezweringsformule. Waarom gebeurt dat? Economische, kan niet anders, bevolking, woningnood. Allemaal flauwekul. Als je iets wil doen aan die problemen... dan kun je nadenken over vormen om nieuwe woningen te bouwen... die wel in de stads... silhouet passen enzovoort. Dat gebeurt ook steeds meer, heb ik het gevoel. Er is wel een kentering gaande. Hier en daar zie je wel dat er... Nieuwbouw in Amsterdam bijvoorbeeld heel vaak al oudere stijl. Ja, maar dat is eerder dankzij protesten van buurtbewoners... dan dat in de bestuurlijke top ook zo wordt gevoeld. Probeer dat eens... Nou heb je het dus over oikofobie als probleem. En nou zeg je, dan heb je het over modernisme,
multiculturalisme, postmodernisme. Mag ik dat ook zeggen? Zijn dat niet allemaal, als we het nou met een paar etiketten willen voorzien, de plaag of de ziekte of de decadentie waar we mee geconfronteerd worden. Is dat, heb ik dan hiermee de juiste etiketten te pakken? Of? Ja, ik vind inderdaad modernisme, postmodernisme, dat het een beetje vaag voor mij, dat onderscheid. Ja. In ieder geval zou ik zeggen dat oikos, dus het wil zeggen het thuis, bestaat uit drie dimensies. Ja. Namelijk een ethische, een esthetische en een politieke. Mm-hmm. Dat wil zeggen het thuisgevoel dat wij hebben, als we het kleine thuis van onze woning, maar ook het grote thuis van het maatschappelijke thuis, is een plek die waar wij leven met de onzen. Mm-hmm. Een wij bestaat. Mm-hmm. Onder regels die wij min of meer als de onze ervaren en ook die we mooi vinden. Daar waar we iets doen, de behang, de gordijnen en zo. En het eerste, de wij-dimensie, dat is de politieke dimensie. Wat is het wij? Het ethische dimensie is de regels. En het esthetische is het schoonheid. En wat er gebeurd is, volgens mij, is dat we in de loop van de jaren van de 20e eeuw op alle drie die terreinen dat thuis zijn gaan doorbreken. Dus het politieke wij-zij mag niet meer, maar moet in een soort van wereldomvattend Michael Jackson-achtig idee van open grenzen en wereldstaat toe. Er is geen wij meer, omdat dat wij-zij denken wordt ervaren als een enorm probleem. Ethisch is het zo dat met het cultuurrelativisme en het multiculturalisme en zo niet meer de regels gelden in onze samenleving die wij goed vinden, maar iedereen heeft zijn eigen rechtsorde en sharia-rechtbanken en weet ik wat allemaal. En esthetisch is het ook niet meer een plek waar we ons op ons gemak kunnen voelen vanwege de moderne architectuur en de moderne kunst en al die andere afschuwelijke dingen die nu overal ons leven binnenkomen. Ja. Dus het thuis wordt langs alle drie die dimensies stuk gemaakt. En ik pleit ervoor om weer naar een herwaardering daarvan te gaan. Dat is eigenlijk de kern van het programma ook van Forum voor Democratie. We moeten ons wij veel sterker definiëren. Dus we moeten gewoon weer nationale identiteit kunnen komen. En dan moeten we ook niet bang zijn om dat te onderscheiden van een zij. Andere culturen hebben andere opvattingen. Ze zijn niet minder goed of zo, maar wij willen op onze manier leven. Wij zijn een wij. Ethisch, we moeten de nationale waarden en ethiek en cultuur ook gewoon weer uitdragen. En esthetisch in toch een soort herijking op de culturele traditie en de tonale muziek en de traditionele architectuur. Maar is dat niet het gevaar dat je, wat wel wordt geassocieerd met de term populisme, die ik zelf liever niet gebruik, maar wat wel wordt gezegd van ja, het is een ontkenning van de pluriformiteit van een samenleving. Dus dat je dat verschillende groepen hebt, verschillende mensen hebt die allemaal andere dingen willen en zeggen, en dat je daar met elkaar in een democratie een beetje soepel en geweldloos uitkomt. Wat jij nu zegt, lijkt het, doe je als voorkomen alsof er één groep is, één wij, dat, en al die mensen die daarin zitten, alle Nederlanders hebben dezelfde esthetische en ethische opvattingen. Dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus het gaat ook de kritiek die je heel snel krijgt, denk ik. Van, hoezo wij? Je projecteert gewoon jouw afkeer van het modernistische gebouw. Projecteer jij gewoon even op alle Nederlanders en je laat je erop verkozen worden. En dat is natuurlijk wel een is dat niet een valide kritiek die je zou kunnen krijgen? Mag ik, voordat je het beantwoordt, proberen ietsje meer in een historisch perspectief te plaatsen. Hè? En dan kom ik ook weer even terug bij je dissertatie. Zou je het niet ongeveer als volgt kunnen zeggen? 1648, dat is de geboorte van de natiestaten. Grofweg. Dan komen dus eenheden op met bepaalde grenzen die je natiestaten noemt. Op dit moment is ook de wereld nog steeds, officieel althans, ingedeeld volgens dat principe dat je natiestaten hebt. Je hebt ongeveer 200 natiestaten. Tegelijkertijd wordt er ook een soort van ketelmuziek gemaakt van dat is allemaal verouderd en dat, daar hoeven we niet geen rekening mee te houden. We zijn allemaal cosmopolieten geworden. Maar strikt genomen kan dat natuurlijk niet in de zin dat je hebt stukken, natiestaten zijn nou eenmaal territoriale eenheden. Je hebt stukken grond en op die stukken grond gelden bepaalde regels. En die komen terecht in een wetboek van strafrecht en in een grondwet. En er zijn grenzen die rond die landen worden getrokken. Maar waar we nu mee aan het experimenteren zijn de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Dat is met het idee van laten we daar eens helemaal mee gaan breken. Terwijl er niet echt iets anders voor in de plaats is gekomen. Althans niet een consistent model. Ja, dus wat je dan krijgt is wat ik wel de terugkeer naar de middeleeuwen noem.
Want dat is eigenlijk het enige wat... Het idee van rijken en ja, en ook de verschillend recht voor prinsen en voor boeren en voor mensen met een andere religieuze achtergrond en zo. In de middeleeuwen was dat ook. En je had ook toen had je geen democratie, maar je had wel een soort quasi-erfelijke aristocratie die ook transnationaal opereerde. Dus prinsen die gingen huwen met mensen uit andere... En dat zie je dus nu ook weer een beetje terugkomen. Dus er is een soort... Dus je hebt een soort van de moderne tijd van de nazistaten. En je hebt de middeleeuwse tijd waar de mensen die zichzelf nu progressief noemen eigenlijk naar teruggaan. Dus het zijn eigenlijk medievisten in plaats van. Ja, oké. Okay. Dat was leuk. Maar dan heeft Paul toch een beetje aan mijn vraag afgeleid. Van, waar in hoeverre zijn jouw eigen opvattingen nou één op één te projecteren op het collectief? Nou, niet het wij. Zeker niet één op één. En ik denk dat er heel veel ruimte is voor diversiteit in de nazistaat die ik idealiter voor me zie. Ja, want je hebt alleen gepleit voor een multiculturalistisch nationalisme. Hè? Dat is eigenlijk ook een multicultureel nationalisme. Volgens mij moeten we, en dat hebben we trouwens ook altijd gedaan, maar een open, pluriforme nationale identiteit hebben waarin we het beste van de hele wereld natuurlijk hier ook tot bloei laten komen. En ik zie niemand eigenlijk die, wat dan wel eens gezegd wordt, terug wil naar de spruitjeslucht van de jaren 50 of zo. Dat spruitjes toch weer... Heerlijk trouwens. Zijn die spruitjes nou veranderd? Want ik kan me dus van vroeger herinneren, een jaar of 12 was het allerergste wat er was. Nee, spruitjes. Dat smaakt heel anders. Ze zijn veel zoeter gemaakt. Ze zijn zoeter gemaakt? Ja, oké. Sorry, maar ik wil niet afleiden. Maar dat een genetisch veredelingsproces aan de grondslag gelegd. Ja, dat is echt een punt. Maar het is natuurlijk wel zo dat diversiteit is altijd binnen een bepaalde bandbreedte. Ja. En daar hebben we het veel te weinig over. Dat klinkt allemaal leuk, diversiteit enzovoort. Maar op een gegeven moment dan kom je toch echt in een ander zwaartekrachtveld. Dat is natuurlijk met de islam is dat gewoon het geval. Dat dan komen er echt dingen die gewoon haaks zijn, onverenigbaar zijn met onze waarden en onze samenleving. En daar moet je ook veel duidelijker over zijn en veel meer... Kijk, nu is het zo dat Koranles wordt dus gewoon gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. Elke week komt de Turkse preek in de Turkse moskeeën in Nederland. En dat zijn er meer dan 100, weet je wel. Ja. En daar moeten we natuurlijk gewoon mee stoppen. En dat kunnen we niet, omdat we zo vervuld zijn van dat schuldcomplex en zo. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen wat mij betreft... Oikofoob en xenofiel zijn we geworden. Precies hetzelfde moet zijn. Maar laten we daar eens nog wat op doorgaan. Want wat is nou eigenlijk... ik denk dat je het er niet helemaal mee eens gaat zijn met wat ik nu ga zeggen. Daarom is het misschien interessant om hier naar voren te brengen. Maar wat is nou zo het probleem volgens mij met die Koranles? Dat is dat dat in feite een beetje zaagt aan de wortels van de nazistaat. Omdat wat die Koran leert, dat is dat je primaire loyaliteit, die moet je leggen in je religie. Ja. De wetten van God gaan voor op de wetten van de mensen, basically. Ja. Hè? En de wetten van de mensen, die kun je navolgen, voor zover ze niet in strijd zijn met de wetten van God. Ja. En gelukkig is het zo dat natuurlijk nooit het geval is, zegt men er gauw bij, want de religie is allemaal al die religies zijn allemaal even mooi. Hè? dat is een beetje toch het Karen Armstrong perspectief. En daarom is het zo dat we geen probleem hebben. Ook niet met de islam. Dat is een veel gehanteerde gedachte. Zo Ruud Koopmans daar tegenover staat, het onderzoek krijgt. Dat 70% of zo, geloof ik, van de moslims in Europa vindt dat de wetten van God boven de aardse wetten gaan. Een punt. Dat was volgens mij altijd. Dat is eigenlijk altijd het perspectief geweest van de monotheïstische godsdiensten. Ook van het christendom. Ja, wij verschillen daarover van mening. Ja, nou, dat weet ik niet. Maar dat kunnen we nu dus ook van het christendom, volgens mij. Maar dat kunnen we dan nu een beetje proberen wat verder uit te werken misschien. Volgens mij is dat ook het perspectief van het christendom. Alleen, het christendom is niet meer zo recht in de leer daarin. Dat christendom, dat is geseculariseerd, denk ik, basically. Dat is dus niet wezenlijk gematigd wat zijn origine betreft.
christendom denkte precies hetzelfde af als de islam. Het was ook een groot probleem in de 17e, 18e, 19e eeuw. Die paus in Rome. Die vindt dat de wetgeving van het Vaticaan gaat boven de nationale wetgeving. Dat is altijd het punt geweest. Nog steeds in de grondbeginselen van de SGP zie je dat heel sterk. Of verschillen we daar van mee? Volgens de SGP is het woord van God nog steeds leidend en niet de grondwet. Dus ja, maar het woord van God in het christendom is in elk geval sinds Augustinus het natuurrecht. Dus het... en dat is een... Daar heeft ook de vorige paus het daar was het over gezegd. Zo, er braken meteen overal rellen uit. Maar, Ratzinger, ja. Het christendom erkent het natuurrecht. En dat betekent dat als je het hebt over het conflict, al dan niet bestaande van conflict tussen aardse wetten en goddelijke wetten, dan heb je het voor een christen over het verschil tussen aardse wetten en het natuurrecht, wat wij nu bijvoorbeeld mensenrechten noemen. Ja. En dan heb je dus een heel ander soort debat dan met iemand die in de islamitische traditie staat, waarbij het strikt voluntarisme geldt. Dat wil dus zeggen, God kan elke, dus Allah kan elke dag opnieuw de wereld veranderen. Mm. En deze pen valt alleen maar omdat God het wil, inshallah. En niet omdat er gewoon natuurwetten bestaan. Dus er is een fundamenteel verschil. Ja. En precies, en die goddelijke wetten zijn dus ook neergepend in een boek dat heet Sharia. Ja. Terwijl in het christendom een uitgangspunt is dat de sabbat, als je dan wel of niet wil eten, zegt Jezus, dat maakt eigenlijk niet uit, gaat erom of je innerlijk rein bent. Dus het christendom verinnerlijkt en gaat uit van persoonlijke moraal, waarbij de islam veruiterlijkt. Het is dus niet zozeer orthodoxie als wel orthopraxie in de islam. Het gaat erom dat je precies zoveel dagen niet eet tot zonsondergang en dan weer wel en zo. Het christendom zegt dat helemaal niet. Nee, het gaat helemaal niet om. Het gaat om innerlijke rein. Bovendien is er een heel fundamenteel theologisch verschil tussen Jezus, die een vredespacifist was, en Mohammed, die juist een warlord was. Dus er zijn je hebt een heel ander soort boek. Je hebt een heel ander soort fundamentele natuurrechtsfilosofie, of het ontbreken daarvan. Je hebt een heel ander soort centrale figuur. En het Nieuwe Testament, dat zijn vier door mensen geschreven boeken die elkaar ook op punten tegenspreken, zijn getuigenissen van een goddelijk figuur. Terwijl de Koran is het ongeschreven woord van God zelf en dus ook onveranderbaar. Dus zelfs al zou ik met je meegaan, Paul, dat er fases zijn geweest in het christendom waarin het inderdaad een hele radicale kant had, dan nog moeten we, denk ik, constateren dat hervorming eigenlijk vanuit het principe van het christendom heel goed mogelijk is, omdat het de heilige teksten zelf zijn al een interpretatie. Mm. Terwijl hervorming in de islam natuurlijk veel moeilijker is. Omdat die Koran is het ongeschreven woord van God zelf. Ja. Dus daar zitten... Ik ben het een beetje eens dat... Natuurlijk zijn er ook problemen met christendom. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om ook bepaalde theologische verschillen tussen islam en christendom te zien. Ja. Je hebt leren aan dat de reformatie en de verlichting en romantiek voortkomen juist uit het christendom, hè, geloof ik. Ja, maar ook het atheïsme. Ik zie atheïsme zie ik als een vorm van christendom. Vind ik christelijk denken. Jij bent eigenlijk gewoon... als atheïst ben jij een... Dat is een branche van het christendom. Ja, ja. Het is gewoon een vorm van christendom. Ja, wat voor soort christen bent u? Ik ben een protestant. Oh, ik ben atheïst. Ik noemde dat altijd semantisch christenen. Achterkomstig. Het is een beetje zeggen alsof... Ook jij bent gezegend. Ja, dat is het is een beetje zeggen alsof het 's nachts donker is juist vanwege de zon. Ja, dat is wel waar. Maar oké, laten we er even op... Ik denk een beetje dat christendom op een gegeven moment... wat Pim Fortuyn dan noemde, door de wasmachine van de verlichting is heen gegaan. En dat we daarom nu met een acceptabele vorm van christendom te maken hebben. Maar dat in de 16e en 17e eeuw anders was. Maar laten we er nou even van uitgaan dat het zo zit, hè. Zoals jij zegt. Wat moeten we daar dan... Je bent nu politicus. Wat moeten we daar politiek nou mee doen? Betekent dat... wat kunnen we doen? Moeten we hopen dat de moslims atheïsten gaan worden? Of dat ze christenen gaan worden? Moeten we ze christenen beter dan... Wat moeten we doen? Gesteld dat je daar...
In elk geval moeten we ophouden met deze mensen in honderdduizenden per jaar hier naartoe te halen. Ja. Dat is natuurlijk dat is onderdeel ook van het politieke programma van Forum voor Democratie. Als je ziet wat voor problemen je hebt. Beperken. Ja, dat is natuurlijk echt het grootste probleem van nu. Nou, wat gaan we doen? We gaan nog eens eventjes elk jaar 100.000 van hier naartoe halen. Die allemaal met gezinshereniging en hoge geboortecijfers nog weer extra. Dat is natuurlijk het allerstomste wat we doen. Stoppen daarmee. Ja, immigratie en remigratie. Ik ga even voorlezen. 3 bullets. Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten. Programma van Forum voor Democratie. Restrictief immigratiebeleid. Visa naar Amerikaans model. Green card. Ja, nou, dat zijn 3 dingen. Ja. Belangrijk ook is het remigratieprogramma. Als integratie gewoon mislukt, dan is remigratie de beste oplossing. Ja. Er is al een remigratiewet. Die kunnen we veel meer handen en voeten gaan geven. Ja. Ik noemde net ook al even, het is dus dat Dianet, dat is dat Turkse ministerie van religieuze zaken. Die faxt dus elke week eventjes of die e-mailt de preek naar de imams hier. Nou, dat moet natuurlijk niet stoppen. Koranlessen enzovoorts, islamitische scholen. We moeten daar gewoon een nationaal programma. Ik ben een humanist in de zin dat ik heel erg geloof dat, ondanks het feit dat een bepaalde leer misschien erg onvriendelijk of erg stug is, dat menselijke waarden bij iedereen weerklank zullen vinden. Dus en menselijke waarden, het zijn eigenlijk christelijke waarden, dat is een ander woord daarvoor. Maar dus als we dat uitdragen, dan zullen er heel veel mensen zijn die nu niet goed integreren en die nu vast blijven zitten in die toch hele onaangename ideologie. Heeft dus ook voor Christus geen menselijke waarden, denk je? Jawel, maar ik denk dat het christendom dat geabsorbeerd heeft. Dus het christendom is heel anders ook dan de islam. Historisch, het prachtige boek van Robin Lane Fox, Pagans and Christians, dat ken jij ongetwijfeld. Ja. Dus het is heel uniek. De islam, dat zie je ook nu met ISIS, die komt en die vernietigt datgene wat ervoor was. Ja. Dat is christendom heeft het geabsorbeerd. Heeft Aristoteles en Plato geïncorporeerd in dat denken. En daarom dat we ook joods-christelijke en antieke, dus ook het jodendom. Het is heel bijzonder eigenlijk. Het christendom, eigenlijk het jodendom gewoon heeft gezegd, dat Oude Testament, dat hoort er ook bij. Het is zo, dat christendom is heel interessant eigenlijk. Ik denk ook dat het op een ander niveau staat, maar wij verschillen daar is echt een beetje over. Dat is prima. Maar ik denk dat het Forum een confessionele partij is, zeg. Dat is echt. Ik ben zelf bijvoorbeeld niet gedoopt, ik ben niet kerkelijk enzovoort. Maar ik heb vanuit een culturele blik een hele grote waardering voor het christendom. En ik denk ook dat als je naar de wereld nu kijkt, dat we toch allemaal moeten constateren dat die christelijke landen, dat zijn toch wel hele, dat zijn eigenlijk de leukste landen in de wereld. Mm-hmm. Dus er zit dan toch misschien wel een soort verbandje. Ja. Even naar het verbandje. Geert Wilders zegt dan alle moskeeën sluiten en alle islamscholen dicht, Koran verbieden. Ja, dat vind ik te ver gaan. Daar schiet je volgens mij je doel mee voorbij. Mm-hmm. Maar ik ben wel voor een heel duidelijk beleid. En er moet echt een soort cultuurpolitiek gevoerd worden. Een cultureel revij, daar moeten we op aansturen. Er moet een gevecht om de hearts en minds van deze mensen worden gevoerd. En dat begint natuurlijk bij eerlijk onderkennen wat het probleem is. En dat is wat onze huidige politiek absoluut niet wil doen. They're shooting the messenger, soms zelfs letterlijk, in het geval van Pim Fortuyn en zo. Ayaan Hirsi Ali heeft het ook geroepen. Dat moeten we nu echt onder ogen gaan zien. En we moeten met een deltaplan komen om dat te verbeteren. Ik denk dat allemaal maar verbieden, dat de oplossing niet is. Wij zijn eerder, Geert Wilders wil de Koran verbieden. Wij willen iedereen een gratis Koran geven, zodat iedereen zelf kan lezen wat dan op flauw doorheen staat. Dat heeft, in een geannoteerde editie. Theodor Holman heeft daar ook trouwens een hele mooie column een keer over geschreven in het Parool. Dus wat was het, de gemeente Amsterdam, of de politie van de gemeente Amsterdam, die gingen dus gratis Korans gingen ze geven aan politiemensen. Dus Holman die heeft zo'n mooie column geschreven. Die zegt van dan konden we ze kijken eigenlijk echt gaan zien wat erin staat over vrouwen. Dat is eigenlijk heel goed, dus moeten we mee doorgaan. Maar is het wel een probleem, dat eigenlijk in de lijn van Wilders het idee is dat islam helemaal geen religie is, maar een vijandige politieke ideologie. Ja. Ik proef bij jou een beetje dat je een deel van de islam als politieke ideologie beschouwt. Het is een semantische discussie, want wat is eigenlijk religie? Volgens mij is onze begrip van het woord religie, met religie bedoelen we eigenlijk christendom. Ik vind elke religie een politieke ideologie, dus dat is een heel ander standpunt. Ja, precies, je kunt het ook weer omdraaien. Alles is, maar
Ja, ik weet niet wat je ermee opschiet met deze. Dit is natuurlijk heel ideologische scherpslijperij, wat het precies is en zo. We kunnen constateren dat er een probleem is. We kunnen constateren dat we nu niet alleen dat probleem niet oplossen, maar het groter maken door open grenzen en massa-immigratie. Ja, laten we daarmee stoppen. Laten we overal in islamitische scholen, maar ook bij moskeeën enzovoort, veel meer. Dan moet je artikel 23 toch ook aanpakken. Want ik neem aan dat je niet alleen islamitische scholen wil aanpakken, maar het hele confessionele onderwijs. Nee, ik ben voor christelijk onderwijs. Voor het christelijk onderwijs. Vind ik dat alle scholen zouden christendom moeten onderwijzen. Maar goed. Ja, natuurlijk. Het is toch raar dat je wel leert wat de Franse revolutie is, maar niet wat paasfeest inhoudt. Dat is toch absurd? Ja, maar de dingen waar het schuurt, zoals de evolutietheorie, hebben een heel simpel voorbeeld. Ja. Er zijn genoeg christelijke docenten die behoorlijk moeite hebben om bepaalde wetenschappelijke theorieën te onderwijzen. Maar volgens mij is het christelijk onderwijs dit probleem niet. Dus wat je moet doen is gewoon... Als er een islamitische school zou zijn, zoals in Canada, maar gewoon de intellectuele top uit Iran is voor een deel naar Canada gegaan. Die hebben ook voor een deel scholen waar ze ook dingen doen met de islam enzovoort. En dat zijn de best presterende scholen. Dan zouden wij daar ook helemaal geen probleem mee hebben. Dus we moeten die kwaliteit aanpakken. We moeten veel strenger controleren op kwaliteit enzovoorts. Zodat je de rotte appels eruit snijdt. Maar je moet niet het hele bestel gaan omgooien. Is het niet beter om te zeggen tegen ouders van, nou ja, je kinderen mag je thuis in het weekend en 's avonds indoctrineren met welke religie of welke ideologie je maar wil. Maar gewoon onder werktijd op school is het gewoon simpel seculier onderwijs. Ja, Franse model. Franse model. Laïcité. Dat is een optie toch ook, of niet? Ja, dus dat wil dus zeggen dat je niet... Dat Franse model, dat is eigenlijk heel leugenachtig. Want die wet van 1905, die verklaart alle kerken en kathedralen tot nationaal erfgoed. Ja. En de staat heeft dus gewoon het katholicisme gecoöpteerd. Dat is eigenlijk wat scheiding van kerk en staat in Frankrijk is. Omdat ze door dat concept van het nationaal erfgoed gewoon alles financieren. Ja, maar voor het onderwijs geldt dat niet. Nee, het onderwijs geldt dat niet. En ja... Ik denk dat het in Nederland heel goed werkt. De christelijke scholen doen het prima. Mag even het alternatief schetsen. Hè? Misschien zie je er niks in, hoor. Maar toch is het interessant om dat even voor ogen te krijgen. Het alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt... we moeten inzetten op de waarden en de normen die je in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden hebt. Dat wil zeggen, we zetten in op secularisme. Er is een lijst van rechten die er zijn. En dat is wat de Europese natiestaten als hun leidend perspectief kunnen aannemen. Tegelijkertijd constateren we ook, want ik begrijp dat je daar kritisch op bent, en ben ik ook. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat die rechtelijke instanties dat daar nou helemaal niet zo goed mee omgaan. En dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg allerlei fouten maakt. Op basis daarvan hebben we nu ook een Brexit gehad. Dus ook daar geldt weer dat er een verkeerde elite aan de macht is gekomen in die rechtelijke macht. Dus daar moet iets aan gebeuren. Ja, ja. Maar op zichzelf is de gedachte dat je als burger gewoon een aantal verkeersregels met elkaar kunt delen. En dat die in vrijheid van godsdienst en vrijheid van expressie en andere grondrechten ligt, is niet, de gedachte is niet verkeerd. Het is alleen wordt alleen verkeerd toegepast. Daar ben ik het ook helemaal mee eens, hoor. Ik verdedig het christendom vanuit een culturele en niet zozeer vanuit een confessionele hoek. Ik denk dat jij, als je dus al die, zoals mensenrechten en zo, als je dat wil, dan wil je de vruchten, maar niet de boom. En de boom is de christelijke cultuur. Ja. En je kunt die vruchten uiteindelijk niet op lange termijn handhaven als mensen niet uitgelegd krijgen. Ik ben heel erg gevormd door René Girard. De sacrée la violence. Het christendom dat opent de deur naar een seculiere rechtsorde. Dat moet je een plek geven in je samenleving. En dat heeft ook zoveel prachtigs voortgebracht. Hoe kun je de stad, de Europese stad begrijpen als je niet begrijpt waar die kerk voor staat, die in het centrum van al die steden. Uit historisch perspectief snap ik dat wel. Maar als je gaat kijken wat er nu gebeurt in de kerken, dan zie ik daar voor de mensen persoonlijk, ik ben met kerst van de kerk, voor mensen persoonlijk zie ik wel de meerwaarde. Instituties geworden. Maar er is geen culturele meerwaarde meer per se in de kerk. Onze cultuur zou er niet wezenlijk anders uitzien
denk ik, als die kerken zouden verdwijnen. Wat overigens niet wil zeggen dat ik ze wil sluiten, helemaal niet. Maar ik denk wel dat je zoveel mogelijk inderdaad het liberale idee van in eigen kring, in eigen verantwoordelijkheid. En ook bij kinderen tot 16 of 18 jaar, zou ik zeggen, niet opleggen. Of in ieder geval niet subsidiëren. Lijkt mij een heel gematigd standpunt eigenlijk. Maar goed, daar denken mensen vaak anders over. Oké, maar dat is dan jouw standpunt. Ja. We moeten een beetje naar een afronding toe. Hebben we alle boeken gehad, vraag ik me af. Dat denk ik vast niet. We zijn begonnen met je roman. We weten dat er nog een roman aankomt. We hebben het gehad over het proefschrift, de aanval op de nazistaat. En we hebben ook gezien dat die aanval op de nazistaat nu vertaald is in een prachtig politiek programma, Forum voor Democratie. Waarmee dus officieel eigenlijk ook de denktank Forum voor Democratie is omgezet in de politieke partij. Dat is NN, denk ik. Dat gaat, ja, zeker. NN. Maart ga je de verkiezingen in. Dat ziet er allemaal heel goed uit, volgens mij. Je hebt een hele indrukwekkende lijst van mensen om je heen weten te verzamelen. 30 mensen van all walks of life. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Je hebt een hele goede tweede man ook gevonden voor de lijst, Theo Hiddema. Ik denk dat je daar ook trots op mag zijn. Ik denk dat we misschien wel mogen besluiten met Thierry heel veel succes te gaan toewensen met de verkiezingen. En nog een kleine verwijzing naar de twee bundels die we niet hebben besproken, maar die zeer lezenswaardig zijn, waar je eigenlijk je carrière mee begonnen bent, volgens mij. Ja. Revolutionair Verval en de Eerste Conservatieve Vooruitgang. Ja, ik zeggen, ook dat. Dat je toch wel de revolutionairste conservatief bent die ik ken, Thierry. En dat altijd groot genoeg is om met je gedachten te doen. Zeker. En we wijzen dan ook nog dat wat uitkomt. Dus breek het partijkartel. Dat komt in januari uit. Ja, over een paar weken. Ja. Over een paar weken komt dat uit bij in Amsterdam. Nou, geweldig. Oké, dank jullie wel bij de heren voor dit gesprek. En succes met het Forum voor Democratie. Dank.